Nou, zoals in de mail beloofd, even snel nog een videootje erbij dat je het voor je oogjes kan zien afspelen. Want het is wel heel veel tekst, maar het is ook een hele lange blog. De stappen die ik hier laat zien zijn als volgt. Je zoekt een artikel op over videomarketing, bijvoorbeeld uit het Verenigd Koninkrijk. Ik zie nu even een website uit Engeland, denk ik. Nou, dit is iets wat gaat over een vrij oud artikel ook nog. Dus how to help, bla 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 bla. Ik weet helemaal niet waar het over gaat. Dit is trouwens ook nog eens ontzettend kort blog. Dus daar heb je niks aan. Even kijken, Jeff Bullas, dat zat ik net op. Dat is ook het voorbeeld wat ik gebruik. Hij is heel sterk in een van de beste marketeers vanuit Amerika. Laat ik gewoon even dit blog pakken. Ja, het kind kan de was doen. Jij komt er ongetwijfeld uit. Je pakt hier de tekst. Nee, wil ik ook allemaal niet. Laat ik even dit stukje tekst pakken. Ctrl-C, kopiëren. Translate Google. Hupsakee. Daar zie je de Nederlandse tekst hier aan de rechterkant staan. Die kopieer. Dan open ik Word. Even een nieuw document. Ik plak het erin. En vervolgens ga ik het dus corrigeren. Een beetje herschrijven naar goed nobel Nederlands. Als er tussenkopjes staan, dan zet ik die weer terug enzovoort. Mijn versie van Word staat standaard niet goed ingesteld, dus ik doe dit even afstand alinea verwijderen. Dan krijg je dus dit. En dan moet je dus met de hand weer even alinea's daarin toevoegen. Na analyse van het sharingspatroon. Nou, stel dat dit het vertaalde blog is. Je hebt dus mijn werk eigenlijk niet alleen het creëren van inhoud. Het creëren van content is een deel van het werk. Het andere deel is om de inhoud te gaan viralen. Dus dat is niet goed lopend Nederlands. Het andere deel is om de inhoud viraal te laten gaan. Bam. Hoe weet u dat de inhoud, hoe weet u, dat is misschien nog beter, hoe weet u of u de inhoud viraal gaat maken? Dit is een belangrijke kwestie, nou, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Nou, deze tekst die ga je dan vervolgens weer in de nieuwe website of het blog of wat dan ook posten. Maar dat is weer een stap voor later. Kijk er maar over. Denk er maar over na. Ik denk dat je er, als je een beetje handig in wordt, op een gegeven moment wel 1 per 20 minuten of zo kan doen. Of je het leuk vindt, of je mij wil helpen. En nou ja, wie weet, gaan mijn site geld verdienen of zo. Dan kunnen we daar ook nog over hebben. Maar dat is van later. Zorg. Toedeloe.